Angst is het ergste wat een mens kan hebben. Dat is zoiets ergs, om angst voor je leven te hebben. Om angst voor je toekomst te hebben, dat is vreselijk. Persoonlijke verhalen van Joodse overlevenden van de Tweede Wereldoorlog vertellen de geschiedenis van de Joodse Zeeuwen op een indringende manier. Ik heb geprobeerd hem zo sober mogelijk te houden, want het is te groot, dat verhaal, om iets mee te doen. Dus ik heb hem eigenlijk terug naar de huiskamer willen brengen, naar vaders en moeders en kinderen. Een van die vrouwen is Clara, die vertelt hoe ze werd nagezwaaid toen ze werd opgehaald door de Gestapo. Ik had toen ook een vriendje, Gerard Timmerman, en die stond en die was gereformeerd. En die stond daar op de hoek en die wees naar boven toe. Vertrouw op God. Nou, dat ben ik nooit vergeten. Nee. Ja. Ik vond het echt heftig om te zien. Ik ken het natuurlijk vanuit de documenten allemaal wel. Ik ken al die politierapporten. Ik ken al die kleine archiefstukken. Maar als je zo aan elkaar ziet met tekst erbij. En dan degene die dat mee hebben gemaakt met de dagboekfragmenten. Dat vond ik echt heel indrukwekkend. Oh, dat heeft mijn moeder geschreven. Beste Klaartje. Twee open oogjes, een hartje van goud. Een zuiver geweten. Zorg dat je het zo behoudt. Ja, ik vind het een indrukwekkende documentaire. En wat ik erg belangrijk vind is dat dit nu een keer vastgelegd is. Het verhaal van dat er een groot Joods leven voor de Tweede Wereldoorlog was. Dat we allemaal het verhaal kennen van de Tweede Wereldoorlog. En dat er nu weer een nieuw Joods leven is. Dat is wel een wonderlijk iets. Het ligt vast en dat mag nooit vergeten worden. Echt, dat mag nooit vergeten worden. Ja, je moeder, ja. Je moeder Laura, ja. Ja. De documentaire is op 24 maart te zien bij Omroep Zeeland. Op die dag is het precies 71 jaar geleden dat alle Zeeuwse Joden naar Amsterdam werden gedeporteerd.